Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. En vandaag bij deze Q-Time editie zit ik met Sulami Starke. En zij heeft haar eigen bedrijf dat natuurlijke haarproducten maakt. What we is a little -time. Hi Sulami. Hi Jelena. How are you doing? I'm doing great. Het is zo so weird voor mij, Want jaren geleden, is het niet tien <laughs> of twaalf jaar geleden, is, of langer zelfs als ik aan de andere kant. Yep, yep, yep. <laughs> yeah. En nu mag ik jou vragen stellen. Yeah. It's weird. It's but it komt. Ja, het komt. It, it, yeah, it, it feels, feels good to me. Yeah. Ik weet niet voor jou, hè? Een <laughs> <A> beetje nerveus, <laughs> maar het gaat wel. this, je got this. Dat zei je ook aan mij. Yeah. Maar Solami Starke heeft uh, a dash of nature. Yes. Eden, bedacht. En um, misschien wil je ons daarover vertellen, of tenminste ik wil dat jij ons vertelt over Eden. Over Eden? Ja. Yeah. Oké, okay, Eden is ontstaan um, een beetje uit frustratie van mijn eigen haar, omdat ik geen goede haarproducten kon vinden. Um, ik ben in 2011, denk ik, heb ik mijn locks afgeknipt. En dan begint je proces opnieuw van je haar ontdekken, haar kennen. Mm -hmm. En ik vond wel een paar producten in de winkel. Um, weliswaar niet echt Surinaamse producten. Het enige Surinaamse product dat er was, was volgens mij yomi. En um, ik heb het geprobeerd, um, buitenlandse producten geprobeerd. Um, ze werden duurder. Uiteindelijk kon ze je soms niet vinden. Dus ik dacht, weet je wat, mm, ik ga zelf op onderzoek. Laat me kijken wat het haar echt nodig heeft. Dus ik ben gewoon begonnen, experimenteren. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment is Eden ontstaan. Hmm, dat is het hoor. En hier hebben we dus naar Eden. Ja. Yeah. En heb je direct de hele lijn, of is het, heb je gewoon, ben je begonnen met één product en je dacht: van, oh wacht, er is Nee, ik ben echt begonnen met één product, de Sunbees uh, Ultimate Moisturizer. Die heette mm -hmm. heel aan het begin Atalea, mm -hmm. omdat er maripa-olie in uh, zat. Nu heb ik die maripa-olie vervangen met zonnebloemolie. Mm -hmm. Dus hij heeft ook een hele andere naam gekregen. Het heet Sunbees omdat het is Sunflower Beeswax. Mm -hmm. Dus die naam heb ik dan bij elkaar gebracht. Maar um, met die hele um, Black Hair Movement kwam de LOC-methode. De liquid oil en cream methode. Mm -hmm. Dus dat je drie dingen, die drie dingen nodig hebt om dat haar lekker moisturized te houden. Dat is vooral het belangrijkste met ons type haar. Mm -hmm. Maar ik heb altijd gezegd, ik hou van mijn haar, maar ik hou niet ervan om heel veel tijd eraan te besteden. Same. Mm -hmm. Dus ik ben op zoek gegaan: wat kan ik gebruiken. En ik merkte dat vooral bij was, vocht. Um, vasthoud, precies. Mm -hmm. Dus zo ben ik begonnen met bio water en toen um, maripakolie olie en nu zonnebloemolie. Wow. Oké, okay. dus nice. Vanaf toen was het ook al de bestseller, hoor. Dus ik ben er trots op. Hè. As you should be, girl. Ja. Echt, hè? Je bent een movement gestart. Ja, ah, mooi, echt. Echt een <laughs> movement. En mm -hmm. die is niet te stoppen, want er is een evenement. Ja, er is eindelijk, 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 na zoveel vraag. Mm -hmm. En zoveel nadenken, dus hebben we dus om, volgens mij is het 17 en 18, of is het 16 en 17? 16 en 17, 16 en 17 zaterdag 16 en zondag 17, is er dus een eendagse workshop. Je mag kiezen, of zaterdag of zondag. Mijn haar en ik. Mijn haar en ik. Ja, en wat, simpel. Ja, super simpel. maar wat gaat er allemaal gebeuren? Um, Want mijn haar is niet te simpel hoor, dat is best raar. Weet je hoe, ik heb mijn best gedaan, hè. ik hoorde mijn haarbandjes niet begrijpen. Nee, 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 nee. Um, in principe het gaat het vooral um, naar jonge meisjes. Je hebt niet zoveel jongens die langer hebben, dus het gaat meer naar de meisjes toe die eigenlijk um, willen weten hoe moet ik mijn haar verzorgen en ook een beetje de hulp van de moeder afnemen, mm -hmm. uh, zodat zij zelf voor hun haar kunnen zorgen. Dus het wordt echt een workshop. Als ze daar komen, hoeven ze niet met mooi gekapt haar te zitten. Nee, misschien gewoon een bolletje. En dan daar gaan we echt voor de spiegel zitten. Je gaat zelf dat haar uitkammen. Je gaat leren hoe je moet uitkammen. Wat je moet gebruiken bij het uitkammen. En hoe je het makkelijkst je haar kan verzorgen. Welke makkelijke kapsels je kan maken om gewoon uit de deur te gaan. Geen moeilijke dingen. Of een hele blok gel of wax voor het haar te zetten. Maar hele simpele dingen. Maar het wordt echt een workshop. De kinderen gaan zelf bezig zijn. Nice. En wat is de liefdesgroep? Want um, straks staat er school, dus het is eigenlijk een super uh, goed idee ja. om nu, als je zeg maar, je haar nog niet goed weet te, te kammen of te verzorgen. Ja. Het is een heel leuk idee om te, gewoon te gaan leren. Ja, precies. En daarom heb ik hem ook nu in de vakantie. Het, mm -hmm. uh, de leeftijd is tussen 10 en 15. Maar je hebt wel ouders die zeggen van, hey, ik heb een dochter van 9, maar ze is best wel flink. Mm -hmm. Mag ze? Dan mag ze. Als ze zelf haar kan kammen, dan mag mm -hmm. het wel. Ja. Mm -hmm. En hoe... Um, hoe ga ik me hiervoor opgeven? Um, dus dat kan via de app gewoon. Mm -hmm. Via mijn app. Um, dat kan ook via de um, pages. Je kan op, liever op Facebook of op Instagram. TikTok mm -hmm. is niet zo handig daarvoor. Maar um, het makkelijkste is via de app. Gewoon mijn app en dan uh, maken we een registratie. Oké, okay, nu weet ik al hoe. En uh, ik hoef mijn haar niet te kammen. Of mijn dochter hoeft haar, haar niet te kammen. Uh, moet ik dan iets meenemen? Of uh, is alles daar ook gewoon al ready? En ik leer die dag hoe ik uh, een nette bal, tenminste. Ja, alles is ready, mm -hmm. maar neem mee wat je zelf thuis gebruikt. Mm -hmm. Want um, het concept van Sulami van Eden is niet dat je alles wat je nu gebruikt dat niet goed is, gooi hem weg. Nee, we gaan kijken hoe we hem samen kunnen gebruiken. Want sommige dingen kunnen wel gewoon gebruikt worden. Mensen zijn dan heel gauw van haarvet is niet goed, een um, um, vaseline is niet goed voor je haar. Maar het is wel goed als je bijvoorbeeld gaat zwemmen. Want dat beschermt dat je haar, die gaan alle chloorwater die gaan alle vuil, begrijp je? Dus ze moeten gewoon alles wat ze thuis gebruiken, al hun haarproducten, al hun tools die ze gebruiken, moeten ze gewoon meenemen. En dan gaan we samen kijken, dit kan je beter zo gebruiken, dit kan je zo gebruiken, dit kan je liever achterwege laten. Ja. Dus um, ja, het wordt echt een workshop waar iedereen gewoon bezig gaat zijn. Daarom heb ik gezegd van, um, elk kind mag een ouder meenemen zodat de informatie ook bij hun doorgaat. Ja. Want um, sowieso komt er een tijd waar het kind zegt van, ik hey, kan niet meer, maar wat moet ik doen? Mm -hmm. Dat je mama hebt, of tante of zus die zegt van, hey, dit hebben we geleerd tijdens de workshop, laten we dit ja. toepassen, laten we dit proberen. En het is ook lekker een goede bonding. Uh, precies, uh, precies. Exercise Super. om samen te doen. Ja. Maar je hebt ook een aantal goodies meegebracht. So, hoe, hoe werken deze dingen? Of, ik zal ze geen goodies noemen, want je mag zeggen, hey, jullie gaan moeten betalen voor deze dingen. Ja, 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 ja. ja. Nee. Maar er zijn dingen die het, uh, die het haar verzorgen, dus ook een stuk makkelijker maken. Ja. Dus misschien kan je ons ook vertellen wat deze dingetjes zijn die erbij zijn gekomen. Oké, okay, um, dit is dus een samenwerking gestart met een andere ondernemer, mm -hmm. um, een modiste, waar ik dus um, ja, mijn dochter Jelena de kleren heb gebracht. Even, 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 even. <laughs> misschien wil je die mensen ook even vertellen. Vertel <laughs> die mensen. Oké, oké, oké. Ja, ik kwam erachter dus dat um, uiteindelijk er nog een Jelena was. Ja. Ja, ja. ja, ja. Zij is het. Ik was er eerst. Ja, zij is het. Maar ik ga je daar nou helpen, misschien kan je me vertellen want nu, wat heb ik nu in mijn hand heb. Ja, dit is dus een satijnen kussensloop. Um, heel goed voor je haar. Um, um, gaat, gaat, hoe zeg je dat, breakage tegen. Je haar gaat niet vastzitten eraan. En dit is dus echt geschikt voor mensen die zoiets hebben van ik wil geen bonnet op mijn hoofd hebben. Het blijft niet op mijn hoofd zitten. Mm -hmm. Pak daar liever een uh, satijnen satijne kussensloop. kussensloop. Ja, heerlijk. Okay. Hoeveel kost deze? Die kost 200 SRD. En die kunnen ze dan ook halen die dag ja, bij de Grida. Dus crunchies zijn drie um, in een, um, ja, hoe noem je dat? In een een bunch, setje. In ja. Set. ja, die kosten 60 SRD, 60 SRD. Ik bij de haar. Dat is onze, hoe noem je dat? Onze, onze head wrap voor wanneer je haar hebt gewassen. Lekker zacht. Die is ook 200 SRD. Mm -hmm. Heel makkelijk hoor. Ik ben zo blij, want ik had een TikTok erover gemaakt en hij was like, als iemand er is in Suriname die dit kan maken. En kijk, ik ben blij. Je hebt hem. Ja. En And dat is dus de bonnet. Die kan je beide kanten. Dus daar heb je. Ja, en dan de andere kant. Yes. Nee, nee, nee. wel voor de showcase. <laughs> En deze zijn allemaal ook te verkrijgen. Yes. Oké, okay, we weten al wanneer het is, volgend weekend. Volgend weekend. We weten ook al hoeveel het kost. Het kost 1000 SRD. Ja. Um, het is van 6 um, uur middags tot 8 uur avonds. Ja. Dus um, in... Oh, waar heb je al van? Bellalarouk gebouw, uh -huh. um, gebouw twee. dat is um, schuins tegenover Huis-Azië. Ja. Daar, oké. Okay. Dus uh, is er een limit, of tenminste is er een deadline wanneer mensen zich kunnen opgeven? Want dat is ook heel belangrijk. Ja, dat mag eigenlijk um, tot en met maandag. Maandag is 12 september, zodat ik alle andere dingetjes nog kan regelen. Mm -hmm. Maar goed, weet je, als er woensdag nog iemand zegt: Mevrouw, ik wil echt, echt meedoen. Ja, daar kan, kan er ook een bij. Ja, ja. <laughs> oh, ik ben ik zo excited. En als ik dan betaal, ik betaal 1000 SAD, er zijn haarproducten available. Snackjes, drankjes, ja. everything yes. is everything. inbegrepen. Ja. Alles is je in inbegrepen. Je moet je zelf brengen en wat je thuis voor je ja. haar gebruikt. Ja. Ja. Nou, kan gewoon gezellig ja. bezig zijn. Ja. Ja. Laten dat we praten over af. ons haar. Wat onze struggles zijn, want dat is het meeste. Wat onze struggles zijn en hoe we verder dat haar beter kunnen gaan verzorgen. Dat klinkt als een hele leuke dag om jezelf beter te leren kennen ja. en je haar. Eén ja. um, vraagje voor ik ga afsluiten, want mm. we hebben eigenlijk alles al en ik hoop dat het een beetje afbreuk doet. Maar hoe heeft uh, haarproducten maken voor jouw haar jou geholpen om je haar beter te appreciëren? Um, ik wilde vroeger, volgens mij wil elk meisje dat, je wil lang haar hebben, maar met de tijd heb ik gezien van lang haar, wil niet se zeggen dat het gezond is. Dus voor mij is het nu belangrijk van, hé, hey, door de haarproducten die ik heb, wat zijn dat de, 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 de basisproducten die je nodig hebt om je haar te verzorgen? Toch? En dan gaat het erom dat je shampoo hebt, conditioner en iets om vocht in het haar te houden. Dus... Door het gebruik van die producten ben ik gaan zien: hé, hey, dat haar kan ook mooi zijn. Je hoeft niet elke keer een gestreed haar te hebben. Ik zeg niet dat gestreed haar niet mooi is, maar vooral voor jonge meisjes als je pas begint, kijk niet naar: haar, oh, mijn haar is zo lang. Weet je, apprecieer wat je hebt gehad, want je hebt hem voor een reden gehad. Jij hebt het gekregen, dus probeer er zoveel mogelijk zoveel mee te doen. Dus dat is eigenlijk gekomen nadat ik uh, mijn dretjes heb geknipt ook. Ik voelde die krullen en ik denk, oh, hoe oh, hmm. ziet je haar weer eruit mm -hmm. zo. En dat probeer ik ook door te geven aan mijn dochter hoor. Right. Ja. Yeah. Nou, good to know. En bedankt voor het komen. Ah, en ik zou zeggen, heel veel succes voor het weekend. Want dat zal een <laughs> drukke dag worden en ook een superleuke <laughs> dag. <Ja. laughs> Nou, guys, vandaag hadden we Salami Starke bij ons in de studio. En zij is de oprichter van Eden Haarproducten. En ze heeft volgend weekend, 16 en 17 september, een eendaagse haarworkshop. Zoals jij thuis zit en denkt: van, Oh my god, ik zou echt willen weten hoe ik met mijn natural hair moet mm. omgaan. Geef je dan gauw op. Haar nummer komt in beeld. Je kan ook op Facebook en op Instagram jezelf laten registreren of gewoon zelf registreren. De bijdrage is 1000 SRD. Alles is inbegrepen, het is bij lala roek gebouw en het wordt een super leuke dag waar jullie gewoon samen jullie experience over jullie haar gaan delen en gaan leren hoe je het best of op een heel goede manier met jouw natural hair kan omgaan. Dus niet wachten, geef je gauw op en jullie thuis bedankt voor het kijken en remember your time plus my time is Q-time. Oh, This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.